Hallo allemaal, ik ben Otto Oome. Waar staan de archieven van WhatsApp op je iPhone? Met andere woorden, waar staan de gesprekken die je hebt gearchiveerd in WhatsApp? In dit filmpje leg ik je uit hoe je WhatsApp-gesprekken kan archiveren en ik vertel je ook hoe je de WhatsApp-chats weer uit het archief kan halen. Je opent WhatsApp. Je gaat naar Chats hier onderaan. Je gaat een chat archiveren. Dat doe je zo. Je swipet het gesprek naar links en hier staat het knopje archiveren. Of hier staat het icoon archiveren. En je gesprek is gearchiveerd. We doen het nogmaals. We swipen naar links. Het icoon archiveren. En je gesprek is gearchiveerd. Maar waar staat het archief nu? Wel, dat is ook niet moeilijk, maar ik heb er wel naar gezocht. Je swipet lichtjes naar onder. Dus je gaat weer naar Chats. En je swipet lichtjes naar onder. En hier komt het bericht, of hier komt de lijn gearchiveerde chats. Daar klik je op en hier staan je gearchiveerde gesprekken. Hoe kan je deze gesprekken nu terug uit het archief halen? Wel, je swipet naar links. Hier staat het knopje dearchiveren. We doen dit nogmaals. Dearchiveren. We gaan terug naar chats kijken en voilà. Hier staan mijn voormalig gearchiveerde chats. Geef me een vette duim omhoog. Abonneer je gratis op mijn kanaal. Zet ook het belletje aan. Deel dit filmpje met je vrienden. En laat ook wat commentaar achter onder het filmpje. Dag!